Vandaag zijn we volop bezig met een promotie. Een promotie van Burendag. En dat doen we in het gezelschap van mensen van Opsenioren. Mensen uit de werkgroep van Burendag. En onze twee mensen in black, zoals we ze noemen, die muziek maken, die proberen aandacht te trekken. En wij proberen de mensen ook wijs te maken wat dat Burendag eigenlijk inhoudt. En dat is dit jaar de 29e mei. Wij proberen alle mensen op straat te krijgen. In onze tijd vinden wij dat de meesten zich terugtrekken in hun appartement, in hun huis en eigenlijk geen contact meer hebben met de mensen die rondom hen wonen. En Burendag is eigenlijk een goede aanzet om mensen te leren kennen, iets verder dan de juist naaste buur, maar ook een paar huizen verder. En we proberen dat te organiseren per straat eigenlijk. Er zijn al zeer veel straten die effectief meedoen aan Burendag. Maar er zijn nog zoveel straten die het er nog niks van gehoord hebben of die het nog niet doen. En onze bedoeling is van te proberen ook die straten actief te krijgen voor deze Burendag. Dus Burendag organiseren is eigenlijk heel gemakkelijk. Je schrijft u in via Opsenioren. Je krijgt flyers om uw buren uit te nodigen. Je krijgt ook een financiële steun van Antwerpen. En eens dat je ingeschreven bent, kunt jij je organisatie starten. Er is eigenlijk zeer weinig aan. Op 29 mei is het Burendag in Antwerpen. Nodig ook uw buren uit en zet samen uw stoeltje op de stoep voor een gezellige babbel bij een hapje en een drankje. Meer info leest u op opsenioren.be.